Halloween! Ja, dames en heren. Ja, sorry. Ik ga mijn tanden even uithalen, want anders verstaan jullie niet wat ik zeg en het zou nogal belachelijk zijn. Zo, vandaag gaan we een beetje koken, maar eigenlijk vooral knutselen. Of zoals ik het noem, knutselen. Wat hebben we nodig? Een pompoen, een briquet, een theelichtje en een mes. En we beginnen met een stuk van de pompoen te snijden en de pompoen uit te hollen. Ziezo, de pompoen is uitgehold. Nu, sommige mensen gaan de inhoud van de pompoen gewoon bij het restafval gooien. Alsjeblieft, niet doen. Dit is GFT. Zo, tenslotte moeten we nog een figuurtje in de pompoen snijden. En ik had gedacht aan een eng gezichtje. Hier gaan we. Ja, dames en heren, ik ging normaal een eng gezichtje kerven in de pompoen. Maar toen dacht ik, eigenlijk is dat een beetje cliché. Hè? Laat ik het een beetje abstracter houden. En ik ben dus voor een driehoek gegaan. En wat blijkt nu, ook de driehoek heeft een heel sinistere, donkere betekenis. Ik weet niet of je de documentatie erbij hebt. Oké. Want dat is het teken van de Illuminati. De Illuminati. Een sinistere en donkere geheime gemeenschap. Gelinkt aan overheden van over heel de wereld. En sterren zoals Jay-Z en Rihanna. Echt wel enge dingen. Dus ziezo, onze pompoen is klaar en dus kan het brandende theelichtje in de pompoen. Ziezo. En nu griezelen maar. Dit was Koken met Lucas. Tot de volgende keer.